De bekende Nijmeegse misdaadjournalist John van den Heuvel heeft een dag voor de Nijmeegse Vierdaagse de politie gewaarschuwd voor een aanslag. Dat blijkt uit het strafdossier van Sibylle T., die terecht staat voor het vervoeren van een machinegeweer, handgranaten en een grote partij amfetamine. In dat dossier zit een procesverbaal met Van der Heuvels waarschuwing. Een dag voor Van der Heuvels tip hield de politie in Groesbeek de 62-jarige Sibylle T. aan. Waarnemend burgemeester Daphne Bergman beleefde dinsdagavond haar vuurdoop in de gemeenteraad van Beuningen. Ze leidde haar eerste raadsvergadering voor een volgepakte publieke tribune. Het was meteen een zeer levendige vergadering met enkele schorsingen en volop discussie. 54-jarige Bergman komt uit Gouda en zal waarschijnlijk zeker nog ruim een half jaar fungeren als waarnemend burgemeester. Ik open deze raadsvergadering van 23 januari 2018. Ik heet u van harte welkom. Ik vind het een eer waarnemend burgemeester te mogen zijn van Beuningen, Ewijk, Beurt en Winsen. Ook dank ik de raad, college en medewerkers voor het hartelijke en open welkom in onze gemeente Beuningen. Ik zal als burgemeester zorgen dragen voor een ordentelijk proces samen met de rivier en ambtelijke organisatie en u. Tot en met de installatie van de nieuwe raad. Ik wens u allen een goede campagne en een mooie verkiezingstijd. Winkeliers van winkelcentrum Weeshof zijn maandagavond boos weggelopen bij een bewonersavond. Ze dachten geïnformeerd te worden over hoe het verder gaat met het winkelcentrum. Toen dat niet gebeurde, stapten ze op. Naast allerlei andere onderwerpen stond de toekomst van het winkelcentrum op de agenda tijdens een inspiratieavond over de Weeshof over 10 jaar. Onder meer wethouder Bent van Hees en Rob Hendricks van projectontwikkelaar Doornik waren aanwezig.